Deze. Dag vriendinnen, welkom bij een nieuwe aflevering van Koens Cocktails. Het programma waar wij shotten met onze gasten. En als ze dat allemaal behalen, krijgen ze 30 seconden promo. Dit is nu al een van mijn favoriete afleveringen, want de knapste vrouw en de gezelligste, liefste, leukste vrouw van Nederland, voor mij, Jamie Vaas zit aan de bar. Dag, schat. Hallo schat. Heb je er zin in? Ja, onwijs. Ja? Durf het een beetje aan? Nou ja, met jou weet je natuurlijk nooit wat je ervan hebt. Ja, ik heb echt heel lang niet gedronken. Nee, dat weet ik. Ik hoef natuurlijk ook niet te vragen wat jouw favoriete cocktail is, want dat weet ik. Weet dat je is de Moscow Mule Extra Spicy. Bring it to the runway. Zou je hem hebben? Heb jij er ook een? Nou. Proost, schat. Proost. Smaakt ie? Ja, heerlijk. Ja. Wow. Ik ga toch maar weer aan de open. Ik ga toch maar weer beginnen. Ik begin altijd met een eerste vraag. En dat is, wat is nou het grootste lulverhaal wat je van jezelf gehoord hebt? Even kijken hoor. Welk hadden we laatst nou? Dat ik mijn ogen heb laten doen. Oh ja. Een cat eye lift. Oh ja, ja klopt. Vorige week was dat. Vorige week nog, ja. Maar dat heb je niet. Nee. Maar ik snap het niet, want je hebt toch ook altijd, jij hebt altijd die cat eye-achtige look gehad. Ik denk dat het combinatie was van de hoek en de make-up. Maar ik heb echt geen... Nou, hey, Helene, dankjewel. Lieve schat, wat we vandaag gaan doen. We gaan 6 keer shotten. Als je die allemaal behaalt, krijg je 30 seconden promo op MTV. Oké. Ready? Is dat melk? Oh, eigen. Oh, dat vind ik niet vies. Nee? Dat is een soort van karnemelk. Dat vind ik best lekker. Wat zouter. Ja. Nee, ik vind karnemelk vind ik helemaal niet goed. Turkse zoute karnemelk. Lieve Jamie, jij bent de trotse moeder van Leo. En verwennen kan je hem ook wel. Proost erop. Ja, dan proost erop. Cheers. Toch wat kouder dan hoor. Toch. Maakt het wat moeilijker. Ja. Hoeveel is ongeveer de kledingkast van Leo waard? Heb je enig idee? Jezus, wel een rotvraag. Ja, dik veel. Hij loopt niet alleen maar in merkkleding. Nee. Maar hij heeft ook gewoon... Zara'tje. Hema heeft hele fijne kinderkleding. Ja. Daaruit. Ik weet het natuurlijk, maar de kijker weet het natuurlijk niet. Die denkt natuurlijk naar... Ja, omdat vaak Leo, heeft hij een heel mooi pakje aan. Dan laat je dat alleen zien. Alleen maar in designer. Ja, dus, weet je, dat ligt je dan uit natuurlijk als hij een heel mooi pakje aan heeft. Ja, maar ik bedoel, hij loopt niet in rompertjes van Chanel. Nee, nee, dat niet. Wat is het duurste in zijn kledingkast, denk je? Hij heeft vorig jaar kerst hebben we een soort van smoking rompertje gekocht. Dus van de voorkant lijkt het echt op een blazer. Broekje, wit blouseje. En een beetje een strikje wat hij toen aan had. Ja. Die was heel prijzig. Dat is denk ik het duurste item. En waar moet ik dan aan denken? Gewoon wel echt een paar honderd euro. Gewoon veel geld. Ja. Want u. Ja. Shotje nummer 2. Mag ik ruiken? Wel. Jij mag ruiken. Oh, een vodkaatje. Nee. Oh, niet? Tequilaatje? Wel heel zachter dan. Heel lekker. Nou, schat. Dit is ik heb een hele goedkope fles uitgezocht. Oh. Ja, schat. Oh. Nou, dit is een spijsje. Hij ruikt niet slecht, ja, ik vertrouw hoor. Nog steeds op die neus, maar... Heb ik, mag ik daar een citroentje bij en iets van... Nee. Nee? Nee, we gaan hem echt pittig aanpakken. Tequila! We hebben natuurlijk samen Just the Two of Us mogen presenteren op MTV. Dat was waanzinnig. En dat was ook je eerste grote presentatieklus. Ja. Chin chin. Welke show zou je nooit willen presenteren? Lingo. Waarom Lingo? Ja, weet ik niet. Het is zo'n dom programma, mag ik dat zeggen? Doeken. Ja, eigenlijk is het helemaal niet dom. Ik heb daar gewoon helemaal niks mee. Nee. Ik vind ook het geluid, het doet me misschien denken aan vroeger. Het is natuurlijk al zo lang op de buik. Ding, 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 ding. Ik krijg daar geen fijn gevoel mee. Nee. En ik snap dat mensen het wel heel leuk vinden. Maar het is toch... Nee, ik... Nee. Je zou het nooit willen... Jij wel? Nee. Zie je ons als presentatieduo Lingo staan te doen? Helemaal jij in de glam, helemaal op een hak.
Struisvogelveren. Ik helemaal in een roze velvet pak zo. Welkom bij Lingo. Nee. Dat was no offense naar Lingo. We hebben natuurlijk een hele leuke tijd gehad met Just Tattoo. Smaakt het naar meer? Heb je echt ambitie in het maken van televisie? Ja en nee, want ik vind voor tv-werken en op tv-werken leuk. Alleen dan moet het echt iets zijn waar ik wel achter ben gekomen dat het dicht bij me ligt. Ja. Met jou vond ik Just Tattoo was heel leuk om te presenteren, maar logisch, het was samen met jou. Dus het voelt al heel vertrouwelijk. Ik heb niet ambitie om, zeg ik ook eerlijk, om een nieuwe Linda de Mol te worden op tv. Maar mochten er programma's voordoen waar ik, ja, weet je, of mijn eigen ei kwijt kan, of wat ik heel interessant vind, of leuk om te doen, of mensen ermee kan helpen, dan zeker ja. Shot nummer 3. Crodino. Oh, lekker. Een aperitiefje op z'n Italiaans. Alcoholvrij. Ja, alcoholvrij. Heel bitter is het. Dat is wel lekker met ijs. Dit is een hele bittere meid. Wij staan er natuurlijk wel een beetje bekend om dat we van een feestje houden. Jor die heeft zijn eigen feestcafé. Dat kan natuurlijk allemaal nu niet wegens corona. Nee, is dicht. Allemaal dicht, feestjes klaar. Maar anders houden we er natuurlijk wel goed van. Laten we daarop proosten. Ja. Oud feestvriendin van me. Op de feestjes. Wat is het raarste wat je ooit met mij hebt meegemaakt qua feesten? Dat je thuis was. Ja, dat je belde dat je met iPads, met zulke iPads, met FaceTime mag. The Real Housewives of Beverly Hills te kijken. Ja, schat, ik ben van jou gewend. Donderdag ga je de deur uit. Maandagochtend kom je thuis. Ja, dan kijk je nu van op. Ja, is wel waar. Ja. De vierde alweer. Die transparante, die vertrouw ik niet helemaal. Nee, hè? Nee, mag ik hoor. Dat vind ik echt niet hagelop. Jenever. Een jenever, jonge borrel. Een borrel. Jonge jenever, ik hou er zo van. Ik weet het nog als de dag van gisteren, 2,5 jaar geleden, werd jij een huwelijk gevraagd door Jorik op Ibiza. Al je vrienden mochten erbij zijn en ik natuurlijk ook. Laten we daar proosten. Ja. Door corona. Gadverdamme. Zo smerig dit. Echt gewoon niet ziek te krijgen. Nee, dat is niet ziek te krijgen. Door corona is natuurlijk het huwelijk uitgesteld. Hebben jullie al een nieuwe datum? Ja. Mm-hmm. Ja. Nieuwe datum? Ja. Ga je die vertellen? Nee. Nee, mocht corona toelaten, dan om en nabij begin volgend jaar zomer. Begin volgend jaar zomer? Ja. Oké. Okay. En wie is de best man? Jij of Wim. Zo, jij of Wim. Nou, Wim. Nou ja, waar Wim is, is een weg. En daar is Koen. Wim, we houden van jou. Jij mag helemaal leuk bloemetjes gaan gooien. Dag. Schat, we eten natuurlijk graag een sushietje. Samen lekker aan de bar. Ga ik jou helemaal vertellen wat het is. De Coolie Gin Smooth Wasabi. Gadverdamme. Hoeveel? 41,5? 41,5. Het ruikt echt zo ontzettend smerig. Gin. Het hele pittige wasabi. We zijn natuurlijk allebei niet vies van een cosmetische ingreep. Hier en daar. Moet gewoon kunnen. Dus laten we daar lekker op proosten. Proost. Echt heel vies. Wat zou je nou nooit aan jezelf laten doen? Echt, laat die flessen zien. Doe hem lekker mee voor thuis. Schat, niet te hachelen dit. Nee. Als je het leest, denk je lekker. Allemaal leuke ingrediëntjes staan erop. Ja. God. Nou, niets is minder waar. Dat denk je ook al bij mij. Wat zou je nou nooit aan jezelf laten doen? Mijn voeten. Ja, sluit niks uit. Nou ja, beenverlenging, dat heb ik ook. Ik bedoel, je bent beeldschoon, maar die voeten van jou... Misschien moet je daar een keer een leuk programma over maken. Koens voeten. Ja, je mag blij zijn, schat, dat je geen sandaaltjes hoeft te dragen. Nee, zijn voeten, heb je zijn voeten wel eens gezien? Dat je, als je zijn voeten zou zien en Koen, en dan los naast elkaar, en je moet plaatjes bij elkaar plaatsen, zeg maar, zal je nooit die voet bij Koen plaatsen. Het is gewoon een voet van iemand ander. Ja,
Fatality. Zo zie je maar, niemand is perfect. Nee, zelfs Concordesje niet. Dit is de laatste, shot 6. Je bent mijn pittigste vriendin. Jij neemt zelfs een fles Tabasco mee als je het huis uitgaat in je tas. Omdat je alles graag spice it up. Dit is de meest spiciest vodka van de wereld. Naga chili vodka. Oh kijk, het is een goed plaatje ook. Het wordt zelfs afgeraden om het te shotten. Nee, pleur op. daarom zo weinig ook. Nee, echt. Laat het zien. Maar ik heb het al 8 keer geshot, zoiets. Ja. Het voelt alsof je tong, je slokdarm, eigenlijk alles verbrandt van binnen. Er staat dat het 100 keer heter is dan een jalapeno peper. Geef je me dit nou echt? Een klootzak. Ja, schat. Geen, Do not drink as a shot under any circumstances. Meen je het nu? Ja, ik meen het wel. De Naga Chili Vodka. Heb je het eerlijk, heb je het een beetje verdund? Ja. Nee, eerlijk? Ja. Ja, hè? Ja? Verdund? Nee, het is niet verdund, maar dan veel. Niet zoveel? Zo. 2 van die heerlijkheidjes zo lekker op een rijtje. Lekker hoor, schat. Heerlijk. Kijk eens. Jamie Vaas, ben jij er helemaal klaar voor? Helemaal. Na de week eigenlijk niet, maar... Cheerio, yo. Ja, het is echt heel naar. Godverdamme. Je moet kiezen, ik of een stel. Kut, vraag jij. Enger. Yes. Heeft de productie geschreven? Ik had hem heftiger verwacht. Als wij Madame Jeanette eten, op brood of zo, dat is een beetje hetzelfde. Ja, dan ben je toch niet goed in je hoofd. Madame Jeanette op brood. Nee, wij maken altijd omeletje lekker met. Dat mensen dit drinken, dat verzin je toch niet? Dat leg je iemand mee om, denk ik. Wat is het ergste wat je ooit in een vriendschap hebt meegemaakt? Dat ze met mijn ex aan het schaken was. Ik hoef jou natuurlijk niet te vragen of je dan nog vrienden bent. Ze leeft niet meer. Nee, het is voorbij. Ja, de vriendschap is voorbij. Ja. Lieve schat, je hebt de shots geklapt als een echte rockster. Die 30 seconden promo die zijn helemaal voor jou in 3, 2, 1. Ik ga niks promoten voor mezelf. Wat ik wel wil doen is dat we allemaal wat liever voor elkaar mogen zijn. Helemaal in coronatijd. Wat liever voor elkaar, wat meer meedenken en positief blijven. En hopen dat we zo snel mogelijk weer aan een bar kunnen zitten met z'n allen. Ja, zo is dat. Zal ik hem ook nog even doorlullen? Una paloma blanca. 3, 2, 1. Lieve schat. Je hebt het gehaald. Ik vond het waanzinnig om je aan mijn bar te hebben. En ik heb natuurlijk een cadeautje nog voor jou. Hou ik van cadeautjes? Dat weet ik, schat. Ja, leuk. Je zou denken, het is een glazen dildo. De Koens Cocktails, Lulverhalen, MTV, shotglas. Er is namelijk een shotglas in het gaatje in. Je doet de drank in en hatsaflas. Lieve schat, ik vond het heerlijk dat je mijn gast was van vandaag. Ik ga even afbouwen en ik zie jou lekker straks. Wij pakken lekker door. Dankjewel. Dag lieve MTV-kijkertjes, dit was dan weer Koens Cocktails. Ik vond het weer een feestje. Ik ben benieuwd, wat zien jullie mij nou graag nog shotten wat nog niet is geweest? Laat het even achter in de comments. Vergeet natuurlijk niet te liken als je het leuk vond. En subscribe. Ciao. Klik.